Welkom bij Nerdcultuur Nieuws. Hier bespreken we elke week al het nieuws in de wereld van films, series en videogames. Ik wil het gelijk even hebben over de hele Sneeuwwitje-controversie van de afgelopen week. Want ik heb daar aardig wat over te zeggen. Ik heb veel mensen dit zien bespreken en dan zeggen ze iets van ja, Sneeuwwitje zelf boeit me niet, maar dit verhaal is gewoon interessant. Maar ik ben iemand die wel om Sneeuwwitje zelf geeft, want dat is een van de films waarmee ik echt ben opgegroeid en die ik vroeger gewoon het meeste gekeken heb. En een grote reden daarvoor was natuurlijk de dwergen. En dat is dus ook een beetje waar het nieuws van deze week over gegaan is. Want we wisten dus al dat Rachel Zegler Sneeuwwitje zou gaan spelen. En daar was toen al een beetje ophef over dat je dus een Colombiaanse actrice cast als Sneeuwwitje. Die natuurlijk een hele witte huid hoort te hebben en dat in dit geval dus niet heeft. En mij zat dat niet per se dwars, omdat van alles wat ik heb gehoord is ze wel gewoon een goede actrice. Maar ik heb nog steeds West Side Story niet gezien, dus ik kan er nog niet echt over oordelen. Maar toen werd Peter Dinklage, de acteur die Tyrion Lannister speelde in Game of Thrones, van de week geïnterviewd. En toen gaf hij aan dat hij dus een probleem had met het feit dat Disney Sneeuwwitje doet omdat er die dwergen in zitten. Dan zei hij dus zoiets van ja, je bent aan de ene kant zo progressief met je Latina Sneeuwwitje, maar aan de andere kant doe je nog wel zoiets achterstevoren als dwergen in een mijn ergens. Hij zei letterlijk van dwergen die in een mijn wonen, wat in dit geval niet eens de waarheid is, want ze hadden gewoon een huisje in het Sneeuwwitje sprookje en in de oude animatiefilm. Maar goed, ik kan het er dan wel niet mee eens zijn, maar Peter Dinklage heeft wel het recht om beledigd te zijn natuurlijk, maar het is dan weer echt typisch voor modern Disney dat ze er ook echt gelijk op reageren en gelijk op inhaken. Dan kunnen ze wel zeggen dat ze er al langer over nadachten en dit al in ontwikkeling hadden. Maar ik denk dat niemand een probleem had met dwergen in dit verhaal totdat Peter Dinklage het besprak. En nu heeft Disney dus aangegeven dat ze 7 magische wezens gaan doen. En ze hebben verder niet aangegeven wat dat dan precies inhoudt of hoe dat eruit gaat zien. In principe kunnen ze dan alsnog gewoon dwergen doen, maar dan noem je ze geen dwergen. Is dat dan beter in dit geval? Want in sprookjes en verhalen zoals Lord of the Rings, als we het over dwergen hebben, dan hebben we het niet over normale mensen die een Lilliputter-syndroom hebben. We hebben het dan gewoon letterlijk over mythische wezens. En omdat Disney dus progressief probeert te zijn, verliezen er wel gewoon 7 mogelijke acteurs hun baan, die gewoon een rol hadden kunnen spelen die voor hun carrière heel veel had kunnen betekenen. Voormalig WWE-worstelaar Hornswoggle bijvoorbeeld, die heeft ook al in een paar films gezeten en die heeft dus ook aangegeven dat hij best wel een probleem heeft met wat Peter Dinklage te zeggen had. Want zelf had hij heel graag gewoon een van de 7 dwergen willen spelen en dat hij ook gewoon 6 andere Lilliputter-acteurs kende die dat ook willen. En Peter Dinklage heeft in zijn carrière lang ook alleen maar elfen en dwergen en zo gespeeld. Hij had geen probleem met de rol van Tyrion Lannister, waarin hij ook gewoon een klein persoon speelde. En nu moet ze doen alsof alle Lilliputters opeens alleen maar gewoon normale rollen kunnen spelen. Natuurlijk is het een probleem dat ze te vaak in die rollen worden neergezet, omdat je ze ook wel af en toe een kans moet geven in een normale rol. Maar dit is niet de oplossing voor het probleem. Door deze rollen gewoon helemaal weg te halen, wint uiteindelijk niemand. Maar goed, we gaan het in de gaten houden en dan zien we wel of Sneeuwwitje en de 7 magische wezens uiteindelijk wel iets gaat worden. Maar ik heb er op dit moment weinig vertrouwen in. Dan heeft The Rock deze week aangegeven dat hij misschien werkt aan een videogamefilm, maar hij heeft verder geen details gegeven over welke videogame of videogameserie dat dan zou zijn. En veel mensen denken dat dit om God of War gaat, wat wel heel goed zou kunnen, want PlayStation heeft natuurlijk een PlayStation filmstudio geopend en ze hebben nog steeds geen God of War project aangekondigd. En ik hoop eerlijk gezegd van niet, want hoewel ik een heel groot fan ben van The Rock natuurlijk, zie ik hem gewoon niet echt voor me als Kratos zijnde. Dan is deze week ook aangekondigd dat we een vervolg krijgen op Mortal Kombat. En ik was natuurlijk niet een super groot fan van die film, maar ik ben toch blij dat ze dit universum kunnen doorzetten. Want er zaten zeker wel wat goede elementen in de eerste Mortal Kombat film. En je kan dus wel gewoon daarop voortbouwen. En hopelijk kunnen ze de wat negatievere aspecten uit het eerste deel dan een beetje weglaten of gewoon minder gebruiken. Dingen zoals Cole Young bijvoorbeeld. Maar ze hebben aan het einde van dat eerste deel natuurlijk ook al geteased dat we Johnny Cage gaan krijgen in deel 2. Dus dat is sowieso ook iets wat me enthousiast maakt. En ja, ondanks dat de film zelf dus niet per se heel goed was, hebben ze Scorpion en Sub-Zero zeker wel eer aangedaan, ook met die eerste film. Dus ik wil die 2 personages zeker nog wel terugzien nu in deel 2. Dan is Netflix nu bezig met de live-action versie van He-Man en The Masters of the Universe. Dat is natuurlijk ook al een filmproject wat echt al jarenlang in ontwikkeling is. En nu is het dus uiteindelijk geland bij Netflix en hebben ze ook een nieuwe acteur gevonden. Die acteur is Kyle Allen en ik heb blijkbaar wel iets van hem gezien in American Horror Story, maar zijn hoofd komt me niet per se gelijk heel bekend voor. Het is niet gelijk dat ik denk van, oh, die acteur die is heel goed of zo. En ik heb een beetje hetzelfde probleem met deze acteur als dat ik had met Noah Centineo, de acteur die hem hiervoor zou spelen. En dat is dat ik ze gewoon allebei niet echt voor me zie als He-Man. Maar goed, misschien kan deze acteur gewoon even een jaar lang trainen en dan tegen de tijd dat ze dit gaan opnemen lijkt hij wel wat meer op He-Man. Die het voordeel van de twijfel kan ik hem daarbij nog wel geven. Dan heeft Disney in de afgelopen week een nieuwe Ice Age film uitgebracht, in sommige landen in ieder geval, op Disney+. En hij komt hier in Nederland in maart uit. Maar er is dus ook wat nieuws van Ice Age naar buiten gekomen.
komen. Want er was blijkbaar een rechtszaak over het personage Scrat, die soort eekhoorn met zijn noot altijd. En die rechtszaak was blijkbaar al begonnen toen Fox nog de eigenaar was van de Ice Age films. En blijkbaar was het personage van Scrat of het idee daarvan dus soort van gestolen. De originele bedenker van dit concept, en hij benoemde het dus als een soort mix van een rat en een eekhoorn, die heeft nu de rechtszaak gewonnen. En die heeft nu dus weer het eigendom van Scrat teruggekregen. Dus ergens is dat best jammer, want sowieso dat Disney nog plannen heeft om de Ice Age franchise nog verder te gebruiken en meerdere films en series te maken en zo. En dan ga je toch wel Scrat missen, denk ik. Want ook opmerkelijk dat in de afgelopen week Disney ook weer voor het eerst in iets van 30 jaar de nummer 1 plek bereikt heeft op de top 100 Billboard charts. Dat is met het nummer We Don't Talk About Bruno van Encanto gebeurd. En Encanto is dus ook echt een film die een steeds grotere hype gekregen heeft sinds die op Disney Plus is uitgebracht. Dat is zeker terecht, want hij stond ook in mijn top 10 favoriete films van 2021. Dus ik vind het wel cool dat de film nu eindelijk wat meer aandacht krijgt nu iedereen hem gewoon thuis kan kijken. En het is dus ook wel opmerkelijk dat We Don't Talk About Bruno gewoon hoger geëindigd is dan Let It Go nog. Terwijl Let It Go was ook een jaar lang echt overal te horen en daar kon je ook gewoon oprecht niet omheen. Dan is er deze week ook naar buiten gekomen dat Hazelight Studio, de ontwikkelaar die de Game of the Year van vorig jaar It Takes Two gemaakt heeft, de rechten voor It Takes Two verkocht heeft voor een film en serie. Ze zijn er zelf nog wel bij betrokken, dus ze gaan nu samenwerken met een bepaalde filmstudio en ik vind het wel een beetje vaag dat ze een film en serie benoemen. Ik heb de game zelf nog niet gespeeld, maar je zou eerder denken dat het één van de twee zou zijn, maar misschien is die wereld wel gewoon groot genoeg om een film en een serie te doen. Maar ik was in ieder geval een groot fan van A Way Out, dus ik heb er ook wel vertrouwen in dat It Takes Two ook gewoon een heel goed verhaal heeft, anders had hij waarschijnlijk ook niet Game of the Year gewonnen. Dus laten we hopen dat ze dat verhaal een beetje goed weten te vertalen naar het film- of televisiescherm binnenkort. En dan door naar het serienieuws. Als eerste heeft Disney officieel een volledig seizoen besteld van de Percy Jackson serie. Dat was dus wel een project waar we al wat eerder iets over gehoord hadden, dat dat mogelijk in ontwikkeling was. En ja, de Percy Jackson films waren niet per se geweldig, maar ze hadden wel een redelijk interessante mythologie en volgens mij zijn de boeken waar ze op gebaseerd zijn ook best wel goed gewoon. En ja, als je nu dus een serieuze aanpak van Percy Jackson kan doen in serievorm, waarin je alle personages kan uitdiepen en gewoon de tijd kan nemen met de hele Griekse mythologie en zo, dan denk ik dat je best wel iets tofs kan maken. Dan hebben we ook onze eerste trailer gekregen voor de Halo-serie en die serie is toch best wel verrassend dichtbij al. Hij gaat op 24 maart namelijk beginnen en in deze serie kregen we wel wat meer spektakel te zien dan in de teasers tot nu toe. Ik moet zeggen dat de special effects er grotendeels goed uitzagen, maar enkele animaties zagen er nog net niet helemaal vloeiend genoeg uit, dus hopelijk weten ze dat nog een beetje op te poetsen voor de afleveringen zelf. Maar je ziet dus wel een Elite voorbij komen voor het eerst en ze lijken echt heel erg op hoe ze eruit zien in de games gewoon. En ze hebben dus ook al bevestigd dat we ook Brutes en Jackals en Grunts gaan krijgen in deze serie, dus ik ben heel benieuwd hoe die eruit gaan zien dan. Maar ze hebben het in deze trailer ook over de Covenant natuurlijk en het lijkt erop dat ze dus een menselijk lid als deel van de Covenant hebben in dit verhaal. Het verhaal staat verder ook gewoon helemaal los van de videogames natuurlijk en het lijkt er ook een beetje op dat die vrouw die zich heeft aangesloten bij de Covenant misschien iets te maken heeft met de Flood. Dus ze zijn wel lekker ambitieus en ze pakken het groots aan. Volgens mij wordt het ook maar 6 afleveringen, maar ze hebben er wel gewoon echt budget en productiewaarde in gestopt. Maar de grootste ophef was natuurlijk over Cortana en het is wel even wennen om Cortana op deze manier te zien. Ik ben ook wel zo iemand die liever had gehad dat ze er dan gewoon blauw of paars gemaakt hadden, maar ik denk dat we hier ook wel gewoon aan kunnen wennen. Het is even omschakelen, maar in de serie zelf gaat het me denk ik niet echt dwars zitten ofzo. En ze hebben dus ook de stemactrice gebruikt voor Cortana uit de games, dus je hebt nog steeds gewoon dezelfde stem, ondanks dat je wel een andere actrice hebt die het lichamelijk acteren doet. Dan is er een serie in ontwikkeling gebaseerd op America McGee's Alice, en dat zijn dus videogames die ik zelf nooit gespeeld heb, maar het zijn een beetje een soort van gothic Alice in Wonderland verhalen. Er zijn dus 2 games van uitgekomen en kan me vooral Alice the Madness Returns nog een beetje herinneren, toen die uitkwam in ieder geval. En het design van de werelden daarin zag er altijd wel echt super tof uit, dus als ze dat een beetje weten te vertalen naar een serie, kan je hier best wel iets speciaals krijgen. Er was er ook een geniale commercial uitgebracht van de week om seizoen 25 van South Park te promoten, en dat werd gedaan in de vorm van een orkest die Kyle's Mom's a Bitch ging zingen. En ja, dat was wel echt prachtig gedaan en sowieso een hoogtepunt van South Park marketing tot nu toe. Volgens mij begint het nieuwe seizoen ook al deze week of uiterlijk volgende week, dus ik ga ook zeker uitkijken naar de nieuwe afleveringen en wanneer het seizoen is afgelopen ga ik ze ook gewoon bespreken. Maar dan in mijn ogen het beste nieuws van deze week, het nieuws waar ik in ieder geval het meest enthousiast van werd, en dat is het feit dat HBO Max eindelijk gaat lanceren hier in Nederland op 8 maart. En ja, tot nu toe als je dus HBO-series op een legale manier wou kijken hier in Nederland, dan moest je dat regelen via Ziggo en dat was altijd een heel gedoe. Maar vanaf 8
8 maart kunnen we dus gewoon lekker makkelijk op de HBO Max app een abonnement afsluiten. En gewoon HBO Max kijken hier in Nederland ook. Wat echt super tof is, want er zijn onwijs veel goede HBO-series die niet genoeg mensen hier in Nederland gekeken hebben nog. Ik ken bijvoorbeeld ook echt heel weinig mensen die de Sopranos al gekeken hebben. En dat gaat nu dus wel gelijk een stuk makkelijker worden. Ik ben dus ook al Peacemaker aan het kijken, de nieuwe HBO Max DC-serie, die echt geweldig is. En ik wou hem eigenlijk ook wekelijks bespreken, maar omdat hij hier dus gewoon niet makkelijk te kijken is, heb ik dat maar niet gedaan nog. Maar ja, tegen de tijd dat 8 maart hier is, dan is het eerste seizoen van Peacemaker al afgelopen. Dus dan kan je hem ook gewoon lekker in zijn geheel gaan kijken. En nu we het over Peacemaker hebben, is van de week dus ook naar buiten gekomen dat Peacemaker op dit moment de populairste serie ter wereld is. Wat wel echt chockerend was voor mij. Want tot nu toe is het eigenlijk altijd de huidige Disney Plus serie geweest die nummer 1 plek had. Of het dan WandaVision was of een Star Wars serie. En in dit geval is het dus Book of Boba Fett hiervoor. Maar Peacemaker is momenteel dus iets populairder dan de Book of Boba Fett. Maar volgens mij is die meting wel gedaan voor de nieuwe aflevering met de Mandalorian erin. Die zal de interesse voor Boba Fett waarschijnlijk ook wel weer verhoogd hebben. Maar toch indrukwekkend voor Peacemaker, aangezien het personage niet even geliefd was na de Suicide Squad film. Maar iedereen die de serie dus al gekeken heeft, die houdt momenteel gewoon van Peacemaker. En van zijn beste vriend Eagly natuurlijk. En James Gunn heeft dus ook al aangegeven, omdat Peacemaker zo'n succes is momenteel, dat er een hele goede kans is dat we ook een tweede seizoen gaan krijgen van Peacemaker. En daarbuiten is die nu dus ook begonnen met een andere spin-off serie, die ook gebaseerd gaat zijn op de Suicide Squad. Dus daar word ik ook gewoon super enthousiast van, want dat was mijn favoriete film van vorig jaar. Dus ja, ik hou mijn vingers gekruist voor een Ratcatcher 2 serie, maar ik denk niet dat dat de meest waarschijnlijke keuze is, maar ik hoop er wel op. En dan het videogame nieuws van deze week. Als eerste hebben we een trailer gekregen voor de UFL, wat blijkbaar de Ultimate Football League is. En dit is dus een voetbalgame die ontwikkeld is door voormalige makers van FIFA en PES, die samen besloten hebben om een eigen studio te beginnen. En dit wordt dus gewoon helemaal onafhankelijk gedaan, niet verbonden met EA of Konami of een andere grote videogame uitgever. En ze hadden toch best wel wat grote voetbalnamen binnengesleept om deze game te promoten en om een soort van ambassadeurs te zijn, waaronder bijvoorbeeld Lukaku. Maar nu hebben ze dus met hun eerste trailer hun grootste ambassadeur tot nu toe onthuld en dat is Cristiano Ronaldo, mijn favoriete voetbalspeler aller tijden. En de game gaat ook gewoon gratis worden en hij komt ergens dit jaar uit wanneer die af is, zeggen ze. Dus ze nemen daarbij ook een klein beetje een shot naar die nieuwe PES, naar eFootball. De lancering van die gratis game was natuurlijk een onwijs grote ramp. Dus ik denk dat deze ontwikkelaar echt zoiets heeft van oké, we brengen deze game pas uit wanneer die echt af is. En ja, met Ronaldo eraan verbonden bereik je natuurlijk wel gelijk een heel groot publiek. Dus hopelijk pakt deze game een beetje goed uit. We hebben natuurlijk enkele weken geleden gehad over het feit dat Activision Blizzard nu is overgekocht door Xbox. En we hebben nu al gelijk wat nieuw Blizzard nieuws. Want zij werken blijkbaar aan een nieuwe IP. Een survival game die dus helemaal niet gebaseerd is op een van hun vorige games ofzo. En als ik survival game hoor, dan hoop ik een beetje dat het een survival horror game is. Want dat is nog wel het type game wat mij een beetje trekt. Want als het echt een pure survival game is waarin je moet bijhouden of je wel genoeg eten hebt. Of dat je te warm of te koud hebt ofzo. Dan is dat niet het type game wat mij meestal aantrekt in ieder geval. Maar ja, Blizzard heeft natuurlijk wel gewoon een bepaalde mate van kwaliteit altijd. Dus ik ga het sowieso wel in de gaten houden en een kans geven. En dan is er een trailer uitgekomen voor Crysis 4. Omdat de game blijkbaar gelekt was. En toen heeft de ontwikkelaar besloten van fuck it, brengen wel gewoon een eerste aankondigingstrailer uit. Nou ja, niet de hele game was gelekt. Maar het feit dat de game bestaat was gelekt natuurlijk. En Crysis games staan er altijd onbekend dat ze wel echt hele zieke graphics hebben. Vooral die eerste Crysis toen die uitkwam, die kon je echt alleen spelen met gewoon ultra supercomputers op dat moment. En hopelijk kan Crysis 4 dus gewoon uitgebracht worden op de PlayStation 5 en op de Series X. Maar ik verwacht dus in ieder geval wel op het gebied van graphics echt iets spectaculairs. En iets wat gewoon volop gebruik gaat maken van de kracht van deze nieuwe hardware. En dan het laatste stukje nieuws van deze week is ook heel erg belangrijk. Want PlayStation heeft ook besloten om een studio over te kopen. En ja, de 4 miljard die PlayStation heeft uitgegeven kan je natuurlijk niet echt vergelijken met de 70 miljard die Xbox net heeft uitgegeven. Maar PlayStation heeft dus Bungie gekocht. En Bungie is ook zeker niet zo groot als Activision Blizzard is natuurlijk. Maar Bungie is wel een studio met een echte reputatie. Aangezien hun natuurlijk verantwoordelijk waren voor de originele Halo-trilogie. En daarna zijn ze dus doorgegaan met Destiny. En dat is dus niet echt mijn type game. Maar er is wel gewoon een hele grote hardcore fanbase voor Destiny games. En veel Destiny fans vragen zich natuurlijk nu dus ook af van wat betekent dit dan dat Destiny en Bungie nu zijn opgekocht door Sony. Maar zoals het er nu voor staat is het plan om voorlopig gewoon Destiny multiplatform te houden. Ik denk dat ze dus ook niet opeens gewoon de helft van hun spelersbasis zomaar willen wegsturen. Maar dat wil niet zeggen dat wanneer er uiteindelijk toch een Destiny 3 uitkomt dat die dan niet exclusief gemaakt kan worden voor de PlayStation.
PlayStation. Maar ja, de komende jaren van Destiny 2 die ze gewoon nog gepland hadden, die gaan gewoon door zoals het ervoor staat. Maar ik denk dat PlayStation dus net als Xbox ook gewoon van plan is om wat meer geld in deze studio te pompen, zodat ze ook gewoon aparte projecten kunnen ontwikkelen. Nieuwe games, nieuwe IP's en zo. En ja, ik ben dus ergens wel benieuwd wat Bungie nu kan doen als ze niet bezig zijn met Halo of Destiny. Want die twee games zijn in bepaalde vlakken toch een beetje vergelijkbaar. In ieder geval op het meest basisniveau dat het allebei science fiction shooters zijn. En ik zou dus ergens wel willen zien wat Bungie nu kan doen als ze gewoon een compleet ander type game maken. Maar ja, wat vinden jullie van het feit dat PlayStation Bungie heeft gekocht? En wat denken jullie dat Bungie in de toekomst nu gaat doen? Zat er nog een ander stukje nieuws bij wat jullie interessant vonden? Wat vinden jullie van de hele Sneeuwwitje controversie? Laat me dat ook weten. Bedankt voor het kijken in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.